De werkgroep ChatGPT is in het leven geroepen door het college van bestuur. En bestaat uit mensen van alle geledingen van deze organisatie. Vertegenwoordigers van de studentenpopulatie uiteraard, docenten, ondersteuning, tentamenorganisatie, directeuren. Maar ook zeker experts. Experts op het gebied van ChatGPT, een AI-tools, want die hebben we gewoon in huis. En daarnaast natuurlijk ook mensen uit de examencommissie. Deze mensen hebben een korte termijn advies gemaakt hoe om te gaan met ChatGPT in het onderwijs, want dat is echt het doel. En we zijn ook bezig nu met het ontwikkelen van een lange termijn visie. Nou, een positief aspect is natuurlijk dat het heel veel gebruikt wordt in de maatschappij nu al. En dat is vooral omdat het werk uit handen neemt. Het maakt sommige dingen makkelijker. En we zien dus ook dat studenten dit al heel erg gebruiken. Bijvoorbeeld als hulp, spaghulp, bij het nadenken over een thesis of bij het verbeteren van teksten. Dus dat zijn positieve aspecten. Tegelijkertijd zit daar ook een nadeel in. En een nadeel is dat wanneer studenten ChatGPT of andere vormen van AI gaan gebruiken als vervanging van het leerproces, bijvoorbeeld om een scriptie te schrijven of om bepaalde opdrachten te maken of programmeercode te schrijven, dat onze leerdoelen dan niet gehaald worden. Dus dan leren ze niet wat ze moeten leren. En dat is een directe bedreiging eigenlijk voor de integriteit van ons onderwijs. En in de korte termijn memo die we hebben geschreven, zijn we vooral ingegaan op hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat in dit huidige tijdgevricht de toetsing en het onderwijs klopt, hè, met wat ChatGPT kan, om ervoor te zorgen dat die bedreigingen een beetje worden weggenomen. Maar op de lange termijn willen we natuurlijk gaan kijken naar de positieve aspecten. Hoe kunnen we ChatGPT of OpenAI eigenlijk meer inzetten in ons onderwijs? Hoe kunnen we dat als studiehulp gebruiken op een verantwoorde manier? En hoe kunnen we onze studenten helpen om te leren omgaan met kunstmatige intelligentie, om het goed te gebruiken en ook verantwoord te gebruiken? Dus nadenken over de ethische implicaties en hoe kan ik dat later in mijn bedrijf of in mijn werk op een verantwoorde manier inzetten. Dat is een hele goede vraag. Wij toetsen om vast te stellen of een student aan de leerdoelen van een opleiding heeft voldaan en dus terecht een diploma kan krijgen. Ja, als je thuis ChatGPT gebruikt om een take-home tentamen te doen en wij kunnen dat niet controleren, ja, dan kunnen we het ook niet nakijken en ja, dan kunnen we uiteindelijk ook geen diploma verstrekken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten dus heel goed nadenken over alternatieve vormen van toetsen. De vraag is hoe dat dan moet. Je kunt ChatGPT inzetten in het onderwijs. Je kunt bijvoorbeeld ook de toetsvorm inzetten, anders aanpassen met behulp van ChatGPT. Mijn collega heeft daar net al het een en ander over gezegd. Het werkt met bijvoorbeeld nadenken, reflecteren op opdrachten. Zo kun je ook reflecteren op het maken van een toets. En die reflectie gebruiken om te beoordelen. En daarmee dus ook te zeggen, nou, dan heb je het leerdoel gehaald. Hé, je krijgt een diploma. Hoe dat precies moet in de toekomst, dat weten we. Dat is onderdeel van een langetermijnvisie. Waar we dus nu gemeenschappelijk aan werken. Nou, als eerste, het is natuurlijk nieuw, het is spannend, het is leuk en voor heel veel mensen heel erg handig. Dus ik zou zeggen, als je er toegang toe hebt, probeer eens uit wat het doet en kijk wat je ermee kunt. Tegelijkertijd, let wel op dat je het niet gebruikt ter vervanging van leren. Dus als je een opdracht schrijft of een scriptie of iets anders met behulp van OpenAI of ChatGPT of andere kunstmatige intelligentie, dan leer je dus niks. En dan loop je later in je studie tegenaan. En dan mis je bepaalde kennis en vaardigheden. Of nog erger, later op je werk heb je bepaalde kennis en vaardigheden niet gedaan. Dus let op dat het niet je leren wegneemt. Gebruik het als middel en niet als doel. En als tweede, op dit moment in ieder geval nog, let op dat alles wat je uploadt in ChatGPT uiteindelijk van dat bedrijf wordt. Dus alles wat je daar neerzet is weg. Privacygevoelige informatie, informatie van vrienden, informatie van bedrijven. En normaal bij sociale media weten we wel een beetje van, oh, kijk uit dat je niet alles deelt. Dit is allemaal nog nieuw, misschien vergeten we dat, maar dat geldt hier ook. En misschien ook in de toekomst, we weten niet hoeveel aanbieders er zullen zijn, maar misschien wordt het dus wel betaald. Als je er te veel mee bezig bent, je zegt ik heb het nodig, ja, dan heb je straks een betaalde versie nodig. Dan levert dat weer kosten op. En wat betreft het onderwijs zou ik zeggen, als je het mag gebruiken, prima. Maar vraag aan de docent, als het niet duidelijk is, mag ik hier AI voor gebruiken of niet? Maak dat expliciet, want dan weet je van tevoren wat er moet gebeuren. Eigenlijk net zoiets als bij een tentamen, dat erbij staat of je een woordenboek of een wetbundel mag gebruiken bij het tentamen. Weet waar je aan toe bent, want dan kun je het goed gebruiken.